In deze video wordt geen nieuwe stof behandeld, wel geeft het de samenvatting van de begrippen en formules die horen bij één domein van het VWO Natuurkunde-eindexamen, zoals die geldt vanaf het examenjaar 2025. Centraal in deze video over het domein C3-gravitatie uh, staat de term massa. Heb je een voorwerp met een massa en je wilt dat voorwerp een cirkelbeweging laten uitvoeren, dan moet er altijd een resulterende kracht op het voorwerp werken. Dat naar het midden gericht is. En deze resulterende kracht noemen we de middelpuntzoekende kracht. Natuurlijk geldt er nog iets voor massa's. Massa's trekken elkaar altijd aan. En de kracht tussen twee massa's noemen we de gravitatiekracht. In de formule van gravitatiekracht staat een kleine m en een grote m. Die mag je gewoon door elkaar heen gebruiken. Maar vaak wordt met de grote m de massa van een hemellichaam bedoeld, bijvoorbeeld de aarde. En met de kleine m de massa van een voorwerp dat zich in de buurt van de aarde bevindt, bijvoorbeeld een satelliet of bijvoorbeeld jezelf. Wat geldt er nu voor een satelliet dat in een rondje draait om de aarde? Daarvoor geldt dat de middelpuntzoekende kracht die nodig is precies gelijk is als aan de gravitatiekracht die de aarde uitoefent op die satelliet. En als dat het geval is, dan zal zo'n satelliet een cirkelbeweging gaan maken. En wanneer dat voorwerp een cirkelbeweging maakt, dan kun je ook altijd de baansnelheid uitrekenen van dat voorwerp. Er is één speciale groep satellieten. Dat zijn satellieten die precies 24 uur doen over het maken van een rondje om de aarde. En waarom is dat speciaal? Nou, wij maken ook een rondje om het midden van de aarde, om de aardas. Dat doen we ook in 24 uur. Dus wij bewegen even snel als die satellieten. En daarom dat die satellieten voor ons stil lijken te staan. Oftewel, ze zijn stationair. Wij voelen natuurlijk ook een gravitatiekracht. En die gravitatiekracht die zorgt er ook voor... Dat wij een versnelde beweging maken richting het midden van de aarde als wij nergens opstaan. Deze versnelling noemen we de valversnelling. En die valversnelling die hangt af van de eigenschappen van het hemellichaam waar je op staat. Daar is ook een formule voor. En ik wil wijzen op de hoofdletter R in deze formule. Want met de hoofdletter R wordt de straal bedoeld van dat hemellichaam. Want als je op het oppervlak staat van een hemellichaam, dan sta je op een afstand. Hoofdletter R van het midden van het hemellichaam. Er is niet alleen sprake van een gravitatiekracht, je kunt ook spreken van gravitatieenergie. Daarbij is wel een afspraak gemaakt, namelijk dat de gravitatieenergie nooit groter kan zijn dan nul. En dat betekent dat als je je in de buurt van een hemellichaam bevindt, dat je altijd te maken hebt met een negatieve gravitatieenergie. En ga je dichterbij komen bij het hemellichaam, dan zal de gravitatieenergie kleiner worden, maar dus ook meer negatief. Wanneer je iets van een hemellichaam af wil schieten, dan zul je een bepaalde hoeveelheid energie moeten meegeven aan het voorwerp. in de vorm van kinetische energie. om ook echt los te komen van het hemellichaam en nooit meer terug te vallen. En die ontsnappingssnelheid die moet zo groot zijn. dat de kinetische energie van het voorwerp precies even groot. maar negatief is aan de gravitatie-energie van dat voorwerp. Je kunt ook zeggen dat de twee energieën bij elkaar opgeteld samen. 0 moeten zijn of groter dan 0 wil het voorwerp loskomen van het hemellichaam.